Remy. Ik ben van groep 7 van Neptunenschool. En ons probleem hier is discriminatie. En onze oplossing is dik vet boete op je telefoon. Hoi dik varken, ga terug naar je eigen land, want je hoort hier niet. Maar je mag niet meer pesten in deze tijd. Nou en, ga terug naar je eigen land, opzouten. Hè? Een boete voor discriminatie? 1000 euro? Ik ga de volgende keer echt beter opletten wat ik zeg. Niet normaal. Dik 4, in de stad. 3, 2, 1, actie. En deze was de telefoon. Boete, test. We gaan aan deze meneer vragen wat hij over vindt. Ik vond het een heel goed plan, want ik hoop dat er nu minder mensen gediscrimineerd worden. En deze was onze video. Ik ben heel benieuwd over dit andere groepjes. En nou, doei. Ik ben Savi, reporter van Daltonschool Neptunus. En ons probleem is discriminatie in de bibliotheek. En onze oplossing is de discriminatiepolitie. Hey, die Nutella pot met je jamglaas op je neus. Hey, ik zag alles gebeuren. Gaat-ie? Gaat-ie? Oh, we moeten snel de discriminatie-telefoon bellen. Ja? Ja, hallo. Ik zit hier in de bibliotheek van Eiburg. Nee, er is net iemand heel erg gediscrimineerd. Dit is echt niet meer mogelijk. Nee, je moet nu komen. Schiet op, schiet op. Is dit het meisje? Ja, dat is er. Zij is het, ja. Is er excuus nodig? Of nee, moet geen excuus, meteen een boete. Oké, betaal die boete dan maar. Hoeveel? 50 euro. Dankjewel. En wat vind je van deze oplossing? Ik vind het wel goed, want discrimineren is eigenlijk niet goed en je kan er heel erg gekwetst door raken. Zo zie je, maar niemand moet discrimineren, want je kan er iemand heel erg mee kwetsen. Hoi, ik ben Katelijn. En ik ben Sam. En ons probleem is dat er wordt gediscrimineerd. En de oplossing is dat we naar de antidiscriminatie gaan. En daar kom je bij de rechter en die lost het op. Hallo, mag ik meedoen? Tuurlijk. Nee, ik speel niet met donkere mensen. Waarom niet, Anne? Omdat het ook donker is. Ik vertrouw hem niet. Hallo, spreek met de antidiscriminatiedienst. Ja. Hier wordt gediscrimineerd. Oké, we komen er nu zo snel mogelijk aan. Ja. U bent aangehouden door discrimineren. Alles wat u nu nog zegt kan tegen je gebruikt worden. Heeft u gediscrimineerd? Nee, edele achtbare. Wat? Dat is gelogen! Is er getuige? Ja, hier. We waren aan het spelen met hem, toen kwam hij erbij. Toen zei hij, mag ik meedoen? Zeiden wij ja, maar hij zei nee, omdat hij een bruine huidskleur heeft. 2 weken taakstraf. Volgende zaak. De conclusie is dat je niet moet discrimineren omdat het heel veel pijn gaat doen. We hopen dat jullie ook niet discrimineren. Yay! Yay! School. Ik ben Maureen. Ik ben Enes. Ik ben Rijk. Ik ben Elisa. En ik ben Nina. Ons probleem is dat Geert Wilders discrimineert. Onze oplossing is een wet tegen Geert Wilders. Heel erg bedankt. Meer of minder Marokkanen? En nu ga ik naar het toilet. Minder Wilders! Meer Marokkanen! Attentie, attentie! Vanaf nu komt een nieuwe wet. Je mag niet discrimineren. Bent u het ermee eens? Ik ben het. Wij hopen dat deze wet echt wordt ingesteld, omdat Marokkanen gewoon bij ons land horen. Weg met Geert Wilders! Weg met Geert Wilders! Weg met Geert Wilders! Weg met Geert Wilders!